als je iets wil bestellen, dan kun je erop drukken. We hebben alle maanden natuurlijk thuis gezeten. Heel veel online gedaan voor onze jeugd. Zo op die manier proberen te bereiken. Ook ouders op die manier en scholen. Maar het is natuurlijk fantastisch dat het in de vakantie wel gewoon door kan gaan. En daarom bieden wij gewoon wat kleinere activiteiten aan. Van ongeveer een uur tot een uur en een kwartier. Waarin we wat kleine groepjes met kinderen gewoon wat leuke dingen kunnen ondernemen in de vakantie. En wat doen jullie al zoal vanmiddag? Nou, vanmiddag ziet u hier met de kinderen, hebben we een spelmiddag. Gaan we op een educatieve manier bezig met spel. Dus het is niet alleen maar met een bal rollen of iets dergelijks. Maar in dit verhaal gaat het ook gewoon om dat je een spel aanbiedt waar bijvoorbeeld oog-handcoördinatie gewoon heel belangrijk is. En dat is het spelletje hierachter. Ze moeten gewoon per keer in een soort estafettevorm handen en voeten neerzetten. Dus ze moeten er echt bij na gaan denken en toch op een leuke manier zo in beweging zijn. 2, 1, go! En even kijken of ze het goed doen, hè? Ja. Ja. Wat? Goed. Nog best lastig. Ga maar lopen. Kom, we gaan samen. Romy, jij kan weer een beetje erop. Ah! Ja. Ja. Met een houtje. En ook die dingen kun je daarna allemaal met een lijntje eromheen. Kun je er sterretjes op maken, streepjes op maken. Ik doe nog een doos voor. Goed. Hebben we het aan? Ja. Nou, we hebben vanmiddag hier bij Studio 15 echt graffiti spuiten op het programma staan. We hebben twee groepen, de groep 7-8 van de basisschool en straks allemaal jongeren van de middelbare school die komen. En daarmee oefenen we een aantal technieken. We hebben, achter mij staat een grote graffiti wand waar iedereen altijd vrij op mag spuiten. Dus die kunnen we mooi gebruiken om te oefenen. En ze gaan straks allemaal met een eigen kunstwerkje naar huis. En in de rest van de stad zijn allerlei activiteiten. Ik heb collega's die zijn deze week met een klimband bezig. Gisteren was er een speurtocht gisteravond op de Riet. Er is van alles te doen in heel Almelo. En dit is een van de locaties. Ik heb de letter D gemaakt van het begin van mijn naam. Ik wist zelf niet echt wat ik zou maken, dus ik dacht, dit is wel handig. En ik zeg Diana H.I.D. dus. Hutteland, zoals andere jaren, het grote huttenbouwfestijn, gaat niet door, maar heeft een complete aangepaste versie gekregen. We mogen het scoutinggebouw gebruiken, dus we gaan pionieren en op kampvuur brood bakken. We gaan dus wel echt in de natuur activiteiten doen. Maar hutten bouwen met 150 kinderen en 100 bezoekers op een dag gaat dit jaar helaas niet door. Want we